Veel volk in de Club 19 voor een debat over sportjournalistiek georganiseerd door de Howest. De hogeschool is al jaren partner van KV Kortrijk. Met het debat wil men een nieuwe richting in de kijker plaatsen. Wel, wij starten eigenlijk met een keuzetraject, sportjournalistiek, binnen de gewone opleiding journalistiek. En we wilden het op een speciale manier laten starten. En dan leek ons een sportdebat in een sportstadion, hier in KV Kortrijk, de ideale manier om eigenlijk het sporttraject van start te laten gaan. Als ik netwerk, dan was ik aan het flirten. Als mannen netwerken, dan doen ze hun job. Dus dat is gewoon een verschil. Maar ja, als vrouw moet mee rekening houden, dat is gewoon zo. Maar bon, na 10 jaar loop ik er nog altijd rond. Het waren ook natuurlijk 4 mensen met een mening, die heb je nodig bij een debat. We weten allemaal dat Hein van Azenbroek een stevig stukje kan debatteren. En daartegenover dan 2 journalisten, dus ik vond het best wel fijn. En Thomas van de Spiegel, iemand van een andere sport, vond ik zeker ook een meerwaarde hebben. Hein van Azenbroek vertoeft al een hele tijd in de voetbalwereld en zag dan ook al heel wat persleiden revue passeren. Een goede journalist moet zich kunnen onderscheiden. Ik vind dat een journalist de kwaliteit, de klasse moet hebben om met een eigen invalshoek te komen. En ook eens een speler of een trainer te verrassen met iets wat hij nog nooit gekregen heeft als vraag. En ik denk dat ook de evaluatie moet uitmaken van een goede journalist in spe. Dus ik durf nooit meer over voetbal zeggen. Tactische beschouwing over voetbal, sorry. Ik begin er niet aan, want ik ken dat spel niet, ik heb dat spel niet gespeeld. Ja, ik heb dat spel gespeeld, ja, in school. Welke quote is mij bijgebleven? Ik denk vooral het advies dat de mensen uit het panel aan de studentenjournalistiek hebben gegeven, vond ik wel heel fijn. Het feit dat ze eigenlijk gezegd hebben dat de studenten zich moeten vastbijten in dingen. Proberen te specialiseren in één iets, maar toch ook breed te blijven oriënteren. Dan nog even de mensen van KV Kortrijk bedanken, omdat we hier hun infrastructuur en accommodatie mogen gebruiken voor dit debat. Howest en KV Kortrijk hebben een absolute goede samenwerking. Toen ik een tijdje geleden voorstelde aan de club om hier het debat te organiseren, was dat meteen geregeld. Zeer bereidwillig. We hebben al meermaals de club ook opengesteld om studenten te laten proeven van het journalistieke werk. En we gaan dat in de toekomst zeker nog doen en waarschijnlijk wel een beetje uitbreiden ook.